handjes omhoog en dan gaan we kijken wat, waar de meeste animo voor is. En aan het eind van het, voordat het einde is, dan wil ik eigenlijk, mogen mensen ook nog wat inspreken. En het hangt er even vanaf hoeveel mensen er komen. Als het helemaal vol wordt, dan denk ik dat 1,5 minuut genoeg is per inspreker. Als het niet zo druk is, dan doen we 3 minuten per inspreker. En ik zal het gewoon een beetje voorzitten. Dus, en hoe serieus is het? Het is wel vrijdagavond, hè? Dus mag het ook een beetje... Ja, hoe serieus is het? Nou ja, kijk, ik bedoel... mijn doel is om een conclusie op te schrijven na deze avond. Die ik dan vervolgens uitwerk en aan burgemeester Vreeman geef. Ik vind het een heel goed idee, maar dat kan uit. Ik wil even de vraag spreken. Ja, nee. Het is daar een beetje dus van de publieke bodem. Het is ook... Het is ergens ludiek, maar ik heb hier ook twee hele aardige mensen. Dat zijn, ik noem ze fonteinambtenaren. Bij spuitenwater. Ja, ja. Want die zijn eigenlijk sinds mei is het ongeveer. We zijn een poosje bezig, ja. Sinds mei, hè? Iets later. Nou goed, de hele discussie kwam in de krant. Ik had een blogje geschreven. En dat was heel erg leuk, dat wist ik niet eens. Intussen bij RO op Zuiderdiep waren er twee mensen ineens heel erg druk met plaatjes bezig. En toen kwam ik daar na de zomer en toen waren er grote bestanden met heel veel fonteinen. En ik keek mijn ogen uit. Maar daar waren deze mensen dus verantwoordelijk voor. Dus die wil ik ook heel graag vragen van hoe het zit. Voor de rest kunnen we gewoon net als een soort gemeenteraadsvergadering ook elkaar vragen stellen. En dan druk je het knopje. We praten over wat we vinden, maar als je het niet helemaal begrijpt, vind ik het ook wel leuk als er ook wel een vraag gesteld kan worden. Of, hè? Dat mag wel. Ja. De Socratische dialoog hebben ze nog niet ingevoerd, dus er worden weinig vragen gesteld. Dus dat was het even een beetje. Hebben jullie nog vragen? Of? Nee. Ben je wat serieus, als je zo op show bent? Ja. Even. Kamer. Ja. Ik zit meestal daar, dus dit is wel even een plek waar ik aan moet wennen. We gaan er dus vanuit dat het wel of niet geen issue is. Nou, ik merk aan de, voor ons niet. Nee. Maar het kan zijn dat... Nee, voor mij is het ook geen issue. Maar het kan zijn dat mevrouw Kiki komt en dit wel een issue vindt. Ja, kan. Ah, geweldig. Oh ja, ik had hem al klaarstaan. Nou, super. Dankjewel. Dankjewel. Allemaal zo, spreekrecht en zo. Aan. Ja, volgens mij moet je er wel een beetje in. Ja. Kunnen we ook echt door elkaar? Kan ik ook door jou? Marie. Ja. Wat je kunt van de achterkant? Nee, ik wil gewoon even... Praat jij nou eens door dan? Want normaal... Nick, die zijn net... Door. Door. Nog steeds. Ja, slaat dicht. En nog, zeg jij wat dan? Want dan slaat hij dan dicht wat of dan? Niet? Ja, nee, we kunnen gewoon door elkaar praten. Jij komt ook mee praten? Hoeveel mensen waren gestemd? Jij praat ook mee? Oh, luisteren. Oké. Okay. Ja, want in principe, deze mensen die gaan allemaal wat zeggen. Dus je mag hier blijven zitten, maar dan geef ik jou wel het woord. Ja. En, Nee, ik vind het geweldig. Ik hoop echt dat dit gaat gebeuren. Er zijn dus voor plaatjes dan weer. Dat is dus de enquête. Ja. Mag ik hem nog doorgeven? Ja, wat is het? Geld gemaakt, klassiek. Dit is laten zeggen hoe het moet zijn. En heb je zelf even op Chris? Ja, ik heb zelf even getekend. Het publiek, nee. Opzetten? Ja, dat is goed. Gewoon eentje op de achtergrond? Ja. Kun je kijken of internet... Heb je internet? Hi. Zoek even of je de achtergrond... Ja, goed. Ik heb net een boot gegeven.
Ja, hier, dat is dit, hoor. Dit is toch de pol? Ja, dat is de pol. Ja, ik heb hem vast even klaargezet. Nee, heel goed. Dat wel, maar op een gegeven moment een beetje dezelfde beelden als deze ook. Hi Ron. Hi. Als je begint, dan zet ik hem even op opnemen. Ja, dat is goed. Ja, dan is het zo rommelig, hè? 20, nou ja. Of 5 minuten. Ja, 5 minuutjes, goed. Ik zal even de namen noteren. Wat, even kijken of dat is. Peter, Peter Evers. Ik heb de muis erin gedaan. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ik zet even een plaatje zetten. Ik heb ook bedacht wat bedacht voor de financiering van de fontein. Ja, ik heb Nick Fontein. Dat is een McDonald's. Die wilde ook kijken. Waar is hij goed? Ja. Kijk, nu zo. De M van Martini. Ik had ook iets bedacht voor de financiering van de fontein. Meneer McDonald's, die wou wel. Ja, hè? En ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk. Dus ik ga gewoon een knapzakken vinden. Ik zal nog even snel de naam opschrijven, want dat is zo lullig. Wat was jouw naam ook alweer? Ja, maar dat is ook ja. En... Ja, dat is zo gek. Ja, dus je zegt van, zou het een fontein zijn waar je ook in zit? Ja, en dan op een hals. Dat doe je wel te rijden. Erik Dorsman. Ik vond een hart boven. Ik vind het wel. Ja, want het is haar. Stamp. Ja. Mijn naam. Was hoe dat nou een junkie trap geworden? Die moet wel afgebroken. Omdat volgens mij een junkie is. Ja, misschien. Het is hier ook. We zijn geen junkie. Dit zo? Het zijn namelijk 12 jaar. Die zijn allemaal af. Ja. Net ja, gewoon. Die juf. Hier staat het ontdekt. Ja. Laat mij nog volgende zien. Nog even zoeken. Dit is de plek. Dit is wel fijn uit. Oké. Klaar, ik weet wel heel wat. Je kunt het weer doen. Een fontein met... Oké. Okay. Oh, dit is het. Een zitobject, dat is de allermeeste. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Kun je dit ook dan even laten... Kan dat vergroot worden? Ik kan niet gaan. Ik heb wat namen in ieder geval voor de duidelijkheid. Oh,
goed.
dat wat zeggen. Nou, dan gaan we beginnen. Dames en heren, we gaan beginnen met ons fonteindebat. Welkom allemaal. Het is een bijzondere gelegenheid vandaag dat ik een keertje hier mag zitten. Ik zit meestal aan die kant. En nou, het is een grote eer dat wij dat in deze ruimte, een van de mooiste ruimtes van Groningen vind ik zelf, mogen voeren. Dit is het stadsonderwerp. Ik heb wat mensen uitgenodigd, zoals jullie zien. En ik was heel erg op zoek naar voor- en tegenstanders, want we hadden natuurlijk wel een beetje een bruisend debat zien te voeren. En nu waren er wel wat tegenstanders van de fontein op Twitter te bekennen. Maar ik heb ze allemaal gevraagd van kom dan ook even met mij praten. Maar er was eigenlijk niemand die het aandurfde hier dan ook aan tafel te gaan vertellen. Dus ik wou beginnen met misschien is er iemand in de zaal die eigenlijk heel erg tegen de fontein is. Is er een tegenstander in de zaal? Nou. U bent tegen. Wilt u misschien erbij komen zitten? Nou, geweldig. Dan wordt het toch nog een bruisend debat. Ook de mensen thuis. We zijn live op internet te volgen. Ik heb nog lopen twitteren. Van kijk allemaal lekker mee. Wees welkom. Het debat zal bestaan uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over, willen we die fontein eigenlijk wel? En zo ja, waar zou die fontein dan moeten komen? Dan is er, als het goed is, straks een stukje live muziek van Michiel Hoving. Ik heb nog niet gezien, maar dat wordt toch spannend. En dan na de pauze dan gaan we verder met, als we weten waar de fontein is, hoe moet het dan uitkomen te zien? Dus dat lijkt me ook wel interessant. Ik zal eerst even wat gasten aankondigen die hier zo zitten. Ik weet uw naam niet, maar misschien kunt u het zelf weer zeggen. Mijn naam is Jan Lechters. Jan Lechters, hartstikke welkom. Nou, daar zit Merlijn Polman. Die is eigenaar van de Subsonic hier aan de Grote Markt. Is ook een belanghebbende. Nico Zwaving, ook eigenaar van de Subsonic, ook belanghebbende. Peter Everts, dat is een laterale denker, een dwarsdenker, die hebben we ook nodig. Fonteindenker. hier zitten twee, ik noem ze maar fonteinambtenaren. En die zijn heel erg bezig geweest met, toen dat een beetje in het nieuws kwam, van hoe moet die fontein er dan uitkomen te zien. En die hebben heel veel informatie verzameld. Dat is Niek Verdonk aan deze kant. Erik Dorsman, sorry. En Niek Verdonk zit hier, dat is de stadsbouwmeester. Mooie titel trouwens, stadsbouwmeester. Wauw. Dan hebben we daar een kunstenares, Maria Koik. En die heeft ook wel ervaring met stadse projecten. We hebben nog een dwarsdenker, dat is Ritso ten Katen.
Die heeft ook wel ervaring met projecten. Initiatieven. Initiatieven. Daarnaast zit Peter van der Tang. Die heeft ook wel hele interessante projecten waar je mee bezig bent met visueel en het voelen. Maar daar zal je zo wat meer over vertellen. Pascal Petsinger, kunstenaar. Welkom. En Arjan Blom, ook een kunstenaar. Ook welkom. Nou, goed. Het eerste gedeelte zal dus gaan over, willen we wel een fontein en waar zal die fontein dan moeten komen? Nou, eigenlijk zou ik wel willen beginnen met een tegenstander. Vind ik wel leuk. Ik zou u graag het woord willen geven. Mooi, dankjewel. Ik denk dat een fontein op zich heel mooi kan zijn. Maar dan moet hij ook wel een beetje functioneel zijn en passen in de omgeving waar hij zit. En van oudsher kennen we op de Grote Markt geen fontein. Dat is één. Twee is, het gebruik van de Grote Markt is heel verschillend. Vooral voor evenementen, maar ook voor markt. Door het forum te maken en de wand wat verder naar voren te brengen, wordt het een mooie compacte omgeving. Die een hele mooie natuurlijke spanning in zich heeft. En het gebruik en de ruimte met elkaar vind ik dat geen fontein verdraagt. Het zou daar een vreemd voorwerp worden. Dat is mijn idee. Ja, had ik gelijk een vraag. Maar stel je voor dat het op een andere plek zou zijn. Bijvoorbeeld de Vismarkt of straks de Nieuwe Markt. Hoe ziet u dat dan? Nou, in feite hetzelfde. Groningen heeft in de binnenstad eigenlijk nooit op die manier een fontein gekend. En ook de Vismarkt heeft zijn vorm. En ik zou geen logische vorm kunnen bedenken op de Vismarkt waar logischerwijze een fontein terecht zou moeten komen. Omdat het gewoon zijn eigen spanning heeft, zijn eigen afmeting, die eigenlijk historisch gegroeid is en wat mij betreft gewoon wel de goede maat heeft. U bent bewust 100 jaar geleden, precies 100 jaar, 1914, hè? Toen was de universiteit bestond toen 300 jaar. En toen hebben ze ter gelegenheid daarvan een fontein even tijdelijk op de grote. U kent dat plaatje wel, hè? Ja. Ik heb hem hier ook nog ergens, ja. Maar... was dat dan niet heel erg mooi passend in dat geheel? Nee, het is als een evenement of als iets wat je gebruikt om iets te herdenken wel mooi om dat tijdelijk te plaatsen. Maar om het definitief te vormen in die ruimte, dat vind ik minder logisch. Ja. Ja. Nou, bedankt voor uw mening. Alsjeblieft. Merlijn Poelman, je mag het knopje indrukken. En jij zit altijd in de Subsonic, je geeft daar geweldige feesten. En dan komen de mensen wel eens naar buiten, 's ochtends om 7 uur. En wat zou nou leuker zijn dat ze nog even konden bijkomen bij dat fonteintje? Of zie ik wat... Voor ons als ondernemers aan de Grote Markt is het denk ik ook fijn om iets meer eenwording met die markt te krijgen. Nu zie je dat het hele horeca-terras gebeuren bijvoorbeeld aan de kant van de Drie Gezusters zit. En onze kant, ja, daar zit het ABN-gebouw en een poffertjeskraam. En ik denk dat een fontein meer voor één geheel in het hele plein eigenlijk zou zorgen. Dan moet ook even dat groene gebouwtje met die trappen moet dan maar gewoon lekker weg. Dat vind ik niet heel veel te toevoegen. En dan denk ik dat je een heel mooi plein hebt. Zeker als, ik weet niet hoe dat zit met het plan om die buslijn dan ook weg te halen. Dat je dan echt een leuk plein hebt dat veel levendiger wordt. En waar het ja, ook veel aangenamer is om te vertoeven. En dan wat mij betreft kan de markt dan gewoon naar de Vismarkt. Oké, dus op de Grote Markt is jouw voorkeur eigenlijk? Een hele grote fontein. Een hele grote fontein, ja. Nou, jouw collega gaat me iets meer over de financiën, over de economie. Dus ik was wel benieuwd naar Rico Swavings mening. Binnen ons bedrijf wel, ja. Mening? Ja, binnen ons bedrijf wel, maar de economische gevolgen voor de binnenstad van Groningen zal ik buiten beschouw laten. Dat is mij iets macro-economisch. Maar ik denk wel dat het voor ons aan zich, maar ook denk ik voor de binnenstad van Groningen, gewoon een leuke toeristische factor kan opmerken. Als er een duidelijk stadshart is waar mensen kunnen groeperen en samen kunnen komen. En als dat leuk kan omlijst worden door een fontein of juist als centerpunt een fontein kan zijn, dan ben ik daar volkomen voor. Ja. Moet het dan zo'n klein fonteintje zijn op de Grote Markt, waar dan een beetje water uit spettert? Of heb je het echt over een... Ja, hoor je over... Ik heb het liefst een Las Vegas manier met verschillende vormen die eruit komen. En dat mensen, als ze uit de Subsonic komen, nog even kunnen bewonderen hoe mooi de wereld is. Oké, klinkt goed. Peter Evens, wat was jouw visie over de plek waar de fontein of wel of niet? Ja, nou ja, even los van die plek.
Wat ik heel wonderlijk vind, en dan steek ik gelijk even in op de tegenstander, die ik overigens met dank voor deelname aan dit debat, want we hebben in ieder geval nog iets te debatteren met elkaar. Het argument, het is er nooit geweest, dus het moet er ook maar niet komen. Dan houdt elke vorm van innovatie natuurlijk op. Ik vind het in dat licht gezien ook eigenlijk heel wonderlijk dat wij nog steeds geen fontein hebben, omdat een fontein eigenlijk heel goed past in het feit dat wij de jongste stad van Nederland zijn. Een fontein symboliseert voor een belangrijk deel ook leven. Hè. Water is de bron van al het leven. Wordt vaak geassocieerd met jeugd, met beweging, et cetera. Het heeft een verbindende functie. En dat licht gezien vond ik een idee van een fontein in de stad Groningen juist heel passend. En dan moet ik heel eerlijk zijn dat mijn lieftallige partner mij op het geweldige idee bracht toen ze zei van waarom maken we er geen interactieve fontein van. Een fontein die reageert op bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die er zijn. Als er meer mensen op de markt zijn dan spuit die hoger of harder of in een andere kleur of weet ik veel wat. Maar dan gebeurt er ook nog wat behalve dan dat het ding alleen maar het staat spuit. Ja, ja. Volgens mij kan dat al veel sympathie uit de zaal rekenen. Trouwens, in de zaal mag er zometeen ook ingesproken worden, hoor. Dus zometeen open mic, dan kunnen jullie ook nog wat zeggen. Dus hou je mening nog even vast. Oké, dankjewel Peter. Nou, dan hadden we hier de fonteinambtenaren. En ik was wel benieuwd naar jullie werk. Misschien kun je nog wat laten zien of wat vertellen. Ja, zal ik dan een klein overzichtje geven? Want wij kregen eigenlijk, toen we begonnen met deze vraag, een fontein op de markt of op de vismarkt. Hadden wij erg de neiging om twee vragen te stellen. Natuurlijk, waar komt die, maar wat komt er dan ook? En die twee zijn natuurlijk ook moeilijk toch los van elkaar te zien. Dus dat is eigenlijk wat ons onderzoek geleid heeft. Ik heb een paar voorbeeldjes achter elkaar gezet en eigenlijk om een beetje grip te krijgen op de materie hebben wij de type fonteinen die we eigenlijk tegenkwamen in vier categorieën onderverdeeld. En dan heb ik even de Las Vegas varianten eigenlijk al weggelaten. Die hebben we wel verzameld, kan ik u verzekeren. Er zijn er ook heel veel van en ook hele mooie, maar om daar een plek voor te vinden in de binnenstad, dat was misschien toch wat moeilijk. We beginnen dan met de simpele, of de fonteinen zoals we ze over het algemeen kennen. Waar de meeste mensen misschien ook aan denken als ze denken aan een fontein op de markt. De klassieke fonteinen. Nou, dit is een voorbeeld uit Wenen. Je ziet vaak zijn ze opgebouwd uit een grote bak water met sproeiers erin rond een beeldengroep. Nou ja, klassieker kan natuurlijk niet dan dit. En hoewel ze bij ons in dit geval onder het kopje klassiek vallen, zie je ook al dat ze natuurlijk prachtig gebruikt kunnen worden als zitplek. Dus die combinatie komt veel voor. Dit is een volgend voorbeeld in Rome, weer een heel andere situering. En je ziet ook dat die in dit geval een klassieke fontein die eigenlijk haast te weinig invloed heeft, als je mij vraagt, op de ruimte eromheen, want het plein is enorm en wordt ook grotendeels door verkeer bepaald. Nou ja, je kunt je hier misschien wel afvragen, staat hij op de goede plek? Hè? Dat is natuurlijk ook zo ontstaan, maar oké. Dan een heel ander voorbeeld van klassieke fonteinen. Dat zijn natuurlijk de fonteinen die in de 19e eeuw zijn ontstaan als een soort van drinkwaterfonteinen. We hebben natuurlijk inmiddels ook al een aantal punten in de stad met mooie, hele mooie abstracte kleine kraantjes. Je zou ook aan een combinatie kunnen denken van een fontein en een drinkwaterplek zoals ze in Parijs natuurlijk staan. Dan de volgende categorie, object met verblijfsplek. Een voorbeeld uit Amsterdam, Leidseplein, dat is een vrij jonge fontein ook. Die heeft daar natuurlijk ook niet altijd gestaan. En is, ja, je ziet het in dit plaatje goed, het is eigenlijk een meubel in de ruimte die niet alleen wordt gebruikt om een hele grote fontein tentoon te brengen, want het is eigenlijk een heel klein fonteintje. Je ziet hier twee visjes met een paar spuiten eromheen. Maar het gaat natuurlijk om een meubel. Hier zien we beter, ze kunnen wel iets hoger. Maar bijvoorbeeld ook een heel ander voorbeeld, de fonteinen bij het Louvre.
Ja, dit is natuurlijk een hoe je een fontein of een plek met water gebruikt zou willen zien. De voeten erin als het warm is. Zo hoort het natuurlijk. Dan een voorbeeld waarvan je meer eigentijds... Mogen we vast stemmen of niet? Mogen we vast stemmen of niet? Van mij mag je stemmen. Ja, zeker. Ja. De maaiveldfonteinen, zoals we die noemen, de fonteinen in de vloer, die creëren natuurlijk eigenlijk geen ruimte, maar wel een waterspektakel. En daar wordt natuurlijk altijd in de zomer goed gebruik van gemaakt. Dit is natuurlijk een type die, eigenlijk altijd wel goed inpasbaar is, want hij zit gewoon in de vloer. Dus je hebt geen last van objecten. Dus je kunt een markt met een fontein inrichten zonder dat je er... Komt er ook een waarschuwingssysteem bij dan? Dat is volgens mij maar zoals je het wil aankleden zelf. Ja, er zijn voorbeelden waar ze gewoon, onderdeel van het spektakel is dat je niet weet wanneer ze komen, zeg maar. Ja, nou ja, dat is voor kinderen natuurlijk in ieder geval heel mooi. Dit is hetzelfde voorbeeld in Tilburg nog. Een ander voorbeeld is Museumplein in Rotterdam, ook nog niet zo heel lang geleden gerealiseerd. En dan de vierde categorie, die hebben wij kunstwerk genoemd. Je hebt natuurlijk gewoon, unieke plekken op de wereld als fonteinenzijde. En wat je hier bij deze plekken altijd ziet, is dat daar een enorme aantrekkingskracht van uit. Dat het natuurlijk echt plekken met een hele duidelijke identiteit worden. Wat ook ons is opgevallen in het onderzoek naar de kunstwerken als fonteinen, dat die eigenlijk altijd wel een behoorlijke schaal hebben. Bij dit soort, dit is natuurlijk bij het Louvre, of bij Pompidou in Parijs, van Tinguely. Dit is een voorbeeld van Calder in Milwaukee. Maar het kan ook iets klassieker en kleiner natuurlijk. De familie in Enschede van Joop Hekman. Dan is het eigenlijk een beeldengroep met een inrichting van het maaiveld. Tot zover een kort overzicht. Met de mogelijkheden. Type. Ja, dankjewel. Ja, eigenlijk gaan we in de tweede helft gaan we wat meer bespreken over hoe het dan uit moet zien. Maar als ik jou gewoon even een persoonlijke vraag mag stellen. Ja. Van waar zie jij zelf, welke plek zie jij zelf in de stad? Nou, wat is jouw voorkeur? Ik ben het eigenlijk wel met de eerste spreker eens dat het volgens mij op de Grote Markt best ingewikkeld is om dat goed te doen. Ik weet natuurlijk nu de voorkeur al enigszins, maar... Mijn persoonlijke voorkeur ligt eigenlijk bij een kunstwerkplek à la Tinguely in Parijs, zeg maar. Maar die schaal kun je natuurlijk eigenlijk hier niet realiseren. Maar ik denk dat daar dan... De kop van de vismarkt is voor mij een betere plek, denk ik, dan de Grote Markt. Nou, duidelijk. Kop van de vismarkt. Dankjewel. Nou, dan gaan we hier verder met een andere mooie titel, de Stadsbouwmeester. Wauw. En Niek Verdonk. Ik was heel benieuwd naar uw visie over waar volgens u de fontein het beste zou kunnen passen. Als u het goed vindt, geef ik daar nog geen antwoord op. Want de idee was juist dat wij ideeën aandragen en dat wij suggesties doen en dat wij voorbeelden geven, inspiratie. Daar is ook Let's Go voor. En dat niet wij beïnvloeden, maar dat we juist zo vrij mogelijk aan de bevolking laten zien wat mogelijk is. Ze zijn zelf, de bevolking is zelf capabel genoeg om te kiezen en zo. En ik heb wel persoonlijke voorkeuren, maar dat zal ik op internet wel duidelijk maken. Mysterieus, maar oké. Ik doe het ermee. Maria, wat was jouw idee van waar de fontein zou moeten komen in Groningen? Nou, natuurlijk op de Grote Markt. Wat ik denk is, als je kijkt naar die trap die we nu hebben, tijdelijk voor het Forum, als je ziet hoe mooi die bemand wordt, dat is fantastisch. En hij is ook van hout, dus die kan er lekker op zitten, ook met koud weer. Dus ik denk van, je moet echt, we hebben ongelooflijke behoefte aan een soort hangplek, waar we gewoon lekker kunnen hangen. En dan denk ik, als we het dan nog beter willen doen, dan moeten we er ook een soort waterbak voor kinderen bij maken, waardoor ze lekker kunnen spelen. Want als kinderen zich vermaken, vermaken de ouderen zich vanzelf ook. En dan kan je lekker een beetje hangen. Dus ik ben heel erg voor. En natuurlijk moet een kunstobject in. Dat is natuurlijk logisch. Nu ga ik gelijk even
advocaat van de duivel spelen. Want ja, kijk, Groningen is natuurlijk wel een evenementenstad. Hè? Dat, ja. We hebben natuurlijk ook een geweldige mooie markt. En af en toe wint de FC nog een keertje. Ja. En ja, dan staat er weer zo'n bak op de grond. Nou, dan maak je dan doe je er toch groen licht in als FC Groningen wint. Om dat even extra kracht bij te zetten. Ik bedoel, ja, en dan miet het er maar eens eentje in. Ik bedoel, kom op zeg, we hebben zelf ook een beetje verantwoordelijkheid. Dus dat vind ik flauwekul. Oké, dus die markt die kan er ook best wel omheen staan. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat is een leuke mening. Dit zo. Waar zou de fontein moeten komen? Pleinen zijn wat mij betreft vooral plekken waar mensen elkaar kunnen treffen. Dat zie je in allerlei mooie grote steden. Ik denk dat de Grote Markt bij uitstek een plek is waar mensen elkaar zouden kunnen treffen. Het centrum van de stad. Alleen op dit moment is de Grote Markt een beetje een soort van doorloopplek. Wat Maria zegt, onze VVV-trappetjes, nou, die nodigen uit om daar te blijven zitten. Werkt geweldig. Er ontstaan allerlei mooie gesprekken, onder andere met daklozen. Nou, echt prachtig. Alleen, ja, het zou mooi zijn als mensen elkaar zouden kunnen aankijken. En ik denk dat, ik heb wel eens gedacht, een zitkuil of zo, rond, waar je elkaar kunt aankijken. Maar het zou ook heel mooi zijn als je een zitkuil hebt of iets dergelijks, met daarbinnenin iets waar je naar kunt kijken. Bijvoorbeeld een fontein die tot de verbeelding spreekt, die uitnodigt om daar te gaan zitten. En nou ja, dat je daar zit en dat je elkaar dan, zoals wij elkaar nu ook aankijken, elkaar aankijkt. En dan ontstaan vast mooie gesprekken uit en komen vast nader tot elkaar. Dus een soort van zitkuilachtig, iets van waar beweging is, waar fascinatie kan groeien, zoiets. Ja, oké. Maar waar dan? Ja, Grote Markt, midden op de stip. Oké, midden op de stip zeg je zelf. Zeker. En hoe zie je het dan met de evenementen en de warenmarkt en dat soort dingen? Hoe moeten we dat dan doen? Gaan we die verplaatsen? Of? Nou, we hebben bijvoorbeeld nog het Siboga. Prachtige plek, heel groot. Wordt wat mij betreft nog te weinig gebruikt. Vismarkt, prachtige plek. Ossenmarkt, genoeg andere pleinen. Grote Markt is het centrum van de stad, dus daar moet je samenkomen. Oké, nou dat is een duidelijke mening. Oké. Maar dat is dan toch ook de plek waar de evenementen moeten plaatsvinden? Ik heb eens geprobeerd om een feestje te organiseren op de Grote Markt. En dat blijkt een erg lastige locatie om heel veel mensen bij elkaar te brengen. Het is gewoon gevaarlijk. Dus je kunt mensen beter naar een andere plek brengen dan naar de Grote Markt, volgens mij. Oké. Okay. Peter van der Tang. Ik was wel benieuwd naar jouw visie. Onze visie. Want we zijn met een heel team ook al een aantal jaren bezig, niet zozeer met waar komt een fontein, maar meer van wat is een fontein en voor wie is die bedoeld en wat doet een fontein voor Groningen, voor de wereld. En we laten ons niet beperken door plaatjes van andere fonteinen. We denken van op het moment dat je iets anders gaat nabouwen, ja, dan kun je vergeten dat Groningen uniek in de wereld is met een eigen gecreëerde fontein die misschien niet alleen iets met water doet, maar ook iets met licht en met geluid en met interactie inderdaad. Een fontein waar tegen kunt praten, die je iets kunt vertellen en die jou ook iets vertelt. En dan hebben we dus over ja, mensen vanuit de hele wereld, maar ook mensen bijvoorbeeld met een visuele of een audio beperking, die dat water misschien wel willen voelen, misschien dat geluid wel willen horen. Maar in ieder geval een beleving dus willen krijgen. En ja, die beleving mag wat ons betreft wel uniek zijn. En anders denken wij, dan moet je het misschien laten. Maar als er iets komt, dan mag het wel uniek voor de wereld zijn. En niet van, oh, die staat ook in Sydney of in San Francisco. En is het dan alleen een fontein met water of wat kun je er meer van maken? Dus wij hebben er verder over gedacht. Over van, er werd hier over vormen gesproken. Wij hebben vormen waarmee de fontein van vorm verandert. Ja. Denk aan blokken, maar denk ook aan het feit dat je dus met een fontein hele mooie visualisaties kunt maken die je vervolgens ook weer bijvoorbeeld in een game kunt plaatsen. Precies, maar daar gaan we het na de pauze zeker over hebben. Maar voor het debat vertelde je me al een beetje van, ik was een paar jaar geleden bezig geweest op de Westerhaven, om daar iets te creëren. Ja. Waarom de Westerhaven? Nou, eigenlijk was er bij de Westerhaven, die moest
toen worden aangepakt. Zo zeg ik maar even, maar dan heb je te maken met de gemeente, met de eigenaren die eromheen zitten, de particulieren, de winkels, de eigenaren van de gebouwen. Dus daar is dan wel veel discussie, maar er komt weinig van de grond. Nou ja, nu zitten er wat boompjes in, dat hebben we dan wel bereikt. Maar die fontein, ja, die zou dus daar komen en toen was ik wel uitgenodigd om daar eens wat over na te denken. Nou ja, toen hadden we wat simpele dingen als van, het moest een fontein zijn die je niet zag. Over, als je hem niet wilde zien, dus die zat in de grond. Een grid van 4x6 stralen, die je dus ook kon programmeren. Bijvoorbeeld als je verkiezingen had, de 6 grootste partijen. Nou, rechtstreeks vanaf het internet, een grafiek in de kleur van de partij en de straal in de hoogte van het percentage. Of boter, kaas en eieren doen, of een Moses-applicatie, dat je er hard doorheen gaat rennen, maar dat het wel weer dicht gaat. Ja. En, maar ook interactie, dat mensen konden komen en gewoon op hun mobieltje al konden zeggen van, doe dit voor mij of speel een spelletje. Een Moses-applicatie, dat is een mooi nieuw woord voor mij. Maar ik voel hem wel. Maar dat was 6 jaar geleden, Westerhaven. Maar hoe is het in 2014 voor jou? Is dat nog steeds Westerhaven of heb je al inmiddels een ander idee? Nou, wel dat we graag willen luisteren naar anderen en ons willen aanpassen daarin. En dat we ook zo flexibel kunnen zijn. Ik hoor hier wel meer dat als je kijkt wat doet de grote markt als stadshart met mensen die hier van alle kanten naartoe komen, dan moeten we toch al bekennen dat dat niet veel is. En dat dat best wel zo zou mogen zijn. En dat de invulling van een plek waar mensen graag bij elkaar komen, met als middel nou, een multifunctionele interactieve fontein, misschien wel een heel erg goed idee zou kunnen zijn. Waar je dan wel iedereen bij moet betrekken. En ja, dan willen we niet zelf zeggen als ook daar en daar moet die komen. Want ja, er zitten misschien voor- en nadelen aan. Er zijn misschien nog andere argumenten die mensen hebben. Daar zouden we liever van willen leren. Om uiteindelijk met een plan te komen waarvan een heel groot deel van de bevolking zegt van, ja, maar nou staan we erachter. Oké, dus je zegt grote markt? Ja, dat zei ik. Oké, goed. Jan Buurman. Nou, omdat we een collectief zijn, ga ik voor hetzelfde antwoord, grote markt. Oké, ja. Nou ja, dat is kort krachtig. Mooiste plek. Ja. En voor jou? Ja, ik zou het hebben. Ja. Arjan Blom. En dan inderdaad ja, op de Grote Markt als centrum en zitobject lijkt me dan inderdaad ook ja, een soort verzamelplek. Ja, over het algemeen wordt er toch al vaak om fonteinen heen gezeten, al is het naar een randje. Maar om het dan inderdaad daarom meer op toe te spitsen bijvoorbeeld. Ja. We zijn dus allemaal wel vrij grote markt-minded, merk ik zo, behalve dan een paar. Mag ik daar nog even iets zeker. Als we er nou toch voor zijn dat een fontein er zou moeten komen, omdat, om welke reden dan ook, maar een fontein gewoon een aanwinst zou zijn voor de stad. Waarom moeten we het dan over één fontein hebben? Kunnen er niet twee of drie? We hebben zoveel pleinen. Maar er zijn ook al heel veel fonteinen in Groningen. Misschien, weet u dat ook, hoeveel fonteinen er zijn? In de verzameling ook, in Groningen is ongelooflijk zijn al heel veel fonteinen die bijna niemand kent. Hè. In het Noorderplantsoen is er een prachtig voor fontein. En je ziet daar wat u zegt. Hè. Daar zitten mensen rondom de fontein. En die kijken via de fontein naar de overkant. En fluiten daar of spelen daar muziek en zo. Er is verderop in het Noorderplantsoen dat prachtige beeld. Met het blauwe figuren. Met het haar en zo. Er zijn dus veel meer fonteinen dan wij denken. Maar als het heel enthousiast wordt en zo, dan misschien wil het college wel op alle drie de plekken een fontein maken. Hè? Geweldig. Ja, want die fonteinen zijn blijkbaar. We hadden er eentje op het begin van de Wismar, van de Heerstraat, hè? Ja. Weet u? Ja. Dat was een beetje blokkig, hoekig. Die. Ja. En die is op zeker moment ook gesloten, omdat daar zoveel zeepsop in werd gestopt altijd. Dat die uiteindelijk zoveel overlast voor de ondernemers veroorzaakte, dat hij moest. Maar goed, in de jaren 70 zijn veel dingen onterecht gesloopt. Maar je ziet toch
in de stad heel veel onverwacht veel fonteinen die kennelijk niemand kent en weet of zo. Hè? Heb jij ze laten zien, Erik? Ja, ik heb hier een. Oh ja, mag ik nog eens zeggen? Dit was niet bedoeld om die fonteinen hier te maken. Het ging om een inspiratie, hè? Dat snap ik wel. Sorry. Maar op het moment dat je laat inspireren. Op het moment dat je je zo laat inspireren, dan blokkeer je misschien wel van andere mogelijkheden. Dus wij proberen het van een, eigenlijk een nieuwe manier. Ja, bij jezelf. Ja, ja. Oh ja. Ik heb hier een plaatje van hoe het zo vreselijk misging altijd in de Herenstraat. Dat, kijk, persoonlijk vind ik een schuimfontein ook niet eens zo gek. Maar ik kan me nog een klein beetje herinneren, maar dat was gewoon een klein fonteintje zo helemaal aan het begin, hè, was dat? Ja, het was wel grappig. Ik was, even de zaal, mensen mag ik even? Ik was vanmiddag even aan het zoeken naar die fonteinen en het was wel grappig, want mevrouw Buiter, dat was de, hier is een krantartikeltje wat ik vond uit 1973. Mevrouw Buiter die heeft... de fontein toen geopend. Ik zie heel enthousiaste mensen daar, maar ik krijg zo het woord. Ja. En dat was toen in 1973 een aanwinst voor de stad volgens de Lux, die er toen nog was, het krantje. En, de Lux. Nou ja, goed, het was een iets nieuws. Ik merkte dat er in de zaal ook heel veel behoefte was om nog even wat te ventileren. Dus is er iemand die nog wel iets wil toevoegen over waar de fontein zou moeten komen? Ja, Willem, u mag de microfoon nemen. Nou, dan kunnen de kijkertjes thuis ook meekijken. Ja. Ik mis het Damsterdiep als optie. Dat is een vrij dood plein. Mooi plein. Daar kan wel wat leven in de brouwerij gebeuren. Komen en dat heeft het ook wel nodig, dat plein. Dus is dat geen optie, het Damsterdiep? Dan moeten we de parkeergarage vol laten lopen met water en dan... dat schijnt geen probleem te zijn, Chris. In mogelijkheden, denk ik, Chris, niet in beperkingen graag. Nou, ik vind het een goed idee. De Vismarkt, of de Damsterdiep. Damsterplein, ja. Het is op zich wel... Ja, ze hebben wat boompjes neergezet, toch? Dat, ja, maar het blijft een doodsplein nog steeds. Oké, okay, ja, en er zijn van die lampjes 's nachts die je dan... Maar geen fontein. Geen fontein. Ik zeg ook het Damsterplein. Oké, okay, nou, dankjewel Willem. Zijn er nog meer mensen uit de zaal die iets willen vertellen over waar de fontein moet komen? Of zijn we het allemaal roerend eens? U kunt het knopje indrukken. Ja, het plan is ontstaan. Fontein op de Grote Markt. Dus als we dat nou eerst eens realiseren... want ik zie al meteen iedereen overal wegspatten van het moet wereldverbeterend zijn. Nou, we zijn maar een klein lullig provinciestadje met heel veel allure. Laten we dit nou eens doen. Ik weet niet of je ooit eens uit na de vakantie, als je naar Frankrijk bent geweest. En je komt in begin augustus en je zit op de Grote Markt aan de kant op het terras. Die stad die is dood. Want de fontein die we hebben, dat zijn de studenten, maar die zijn dan weg. En dan is er op die hele Grote Markt geen donder te beleven. En dat is ook het idee van daaruit, want ik heb dit plan ooit bij D66 in het verkiezingsprogramma gekregen. En ik ben heel blij dat ze het overgenomen hebben. En ik vind het geweldig dat we hier zo met z'n allen zitten. Wat ik ooit op het terras aan de stille kant in de zomer heb bedacht, omdat toen de stad wel heel erg dood was. Dus voor mij mag het op de Grote Markt. En doe een maaiveldfontein, kun je hem uitdoen op het moment dat FC Groningen denkt dat ze kampioen zijn geworden. Dat gaat voorlopig niet gebeuren trouwens. Maar en als de markt moet zijn, zet je de fontein uit en laat je je inspireren. Ik weet dat je dicht bij jezelf moet zijn, maar soms is het heel leuk om je te laten inspireren. Kijk in de tuin van het Rijksmuseum, daar zie je een maaiveldfontein die geweldig functioneert. En in de winter... dan is die gewoon uit, want dan heeft het geen nut. Maar afgelopen zomer heb ik daar zondagmiddag gezeten. Het is een toeristische attractie van je welste tegen het Rijksmuseum aan. En het boeit en er komen heel veel mensen bij. Zou je zoiets op de Grote Markt doen? Fantastisch, niet te moeilijk. Je kunt hem uitzetten. En hebben we last van donderdagavond stappers,
Nou, dan doe je hem even niet. En voor middenstanders zou ik zeggen, koop daar een, zet daar een winkeltje in met handdoeken en je loopt binnen. Gewoon doen, niet te moeilijk. Hey, hartstikke bedankt. Nou, dat was een goede mening. Dus ja, de grote markt. Ik zie nog een vinger. Ja hoor. Ja, hallo. Ik heb jou gisteravond een mail gestuurd. Je weet vast niet wie ik ben, maar nu begint het te dagen misschien Herman Otto. En het ging over een plan wat ik opgesteld had voor een prijsvraag om iets in de stad te doen. En toen dacht ik, een fontein. En mijn eerste idee was juist de vismarkt, omdat daar zit op de kop zit zo'n mooie ring. En in de zomer zie ik er altijd mensen zitten. Op hun hurken, op een klein richeltje. En ik dacht van nou, dat was veel leuker. Als je daar dus iets, een ronde cirkel, ongeveer net zo groot, dus niet zo'n supergroot ding, waar je dan op kan zitten en dan net als die meneer zo prachtig vertelt, zo interactief mogelijk of wat dan ook, maar lekker zitten en water voor de kinderen, duiven, iedereen. Maar omdat het daar ook wel eens heel druk is met van allerlei dingen, dacht ik nou, hij kan ook verplaatsbaar. Dus ook op de grote markt. En dus eigenlijk een mobiele versie waar je, die je dan eens op de grote markt kan zetten. Dan eens op het Damsterplein of wat dan ook. Zoiets. Maar dan, ja, vorm, dat duizelt. Want er zijn zoveel mogelijkheden, dat weet ik uiteindelijk ook niet. Dat is een hele interessante optie. De mobiele fontein. Dank u wel. Super. Ja, ik had er nog niet aan gedacht, maar dat... ja. Dank u wel. Nou goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste gedeelte. En zoals dat bij de gemeenteraad ook altijd zo leuk gaat, dan gaan ze op een gegeven moment stemmen en zo. Dat leek me ook wel leuk bij deze. Dus dan gaan we even de opties af. Dus nou, ik was wel benieuwd wat wij vonden, of wie er, nou eigenlijk moet ik eerst zeggen van, ja, ik zie u al knikken, dus ja, ik zal u niet vergeten. Maar wie is er tegen de fontein? Ja, we moeten hand opsteken. Eigenlijk zou ik het wel leuk vinden om, voordat we gaan stemmen, nog even iets te zeggen. Want ik merk dat hier heel veel voorstanders voor fonteinen zijn. Maar het is wel degelijk belangrijk over welke soort fontein praat je. Kijk, als het een fontein is die, zeg maar, in het plaveisel verwerkt is, die je af en toe kunt laten spuiten, maar normaliter niet ziet, dan kun je daar weinig bezwaar tegen hebben. Maar als het gaat over een fontein zoals Ritzo dat beschrijft, die zeg maar daar staat als monument en daar kun je op zitten enzovoort, dan beperkt dat de ruimte om te gebruiken en heeft het een grote invloed op de verschijningsvorm van de ruimte. Mm-hmm. Als het dan gaat over elkaar ontmoeten, dan zijn er heel andere mogelijkheden voor. Er speelt nu een discussie over bussen van de grote markt. Daar zou je met een bomenrij kunnen werken. Dat zou ook betekenen dat je daar prachtige zitelementen kunt maken. Dus de ontmoeting die je wil creëren met een fontein, daar heb je gewoon heel andere mogelijkheden voor. En voordat we willen gaan stemmen, wilde ik dat graag even zeggen. Want dat betekent dat je naast fontein ook na kunt denken over wat gebeurt er met een mooie bomencarré langs de gevelrand, waar banken tussen staan, die ook naar elkaar wijzen. En daar kun je hartstikke mooi op zitten en kun je elkaar aankijken, kun je een prima gesprek voeren met elkaar. En toch laat je de ruimte in de waarde die die heeft, en de spanning die die in zich geeft door de vorm die je nu gekregen hebt, laat je overeind. Die waarde tas je niet aan en je laat ook het gebruik, de gebruiksmogelijkheden, laat je overeind. Dus ik zou naast wel niet voor een fontein ook nog willen inbrengen. En wat zal er gebeuren als je dezelfde elementen die je wil bereiken in het elkaar ontmoeten met een fontein zou maken op een andere manier? Nou, dank u wel. Dat riekt toch een beetje naar watervrees. Want al die andere elementen die nemen ook ruimte in. Daar bomen, banken, et cetera. Ja, zeker neem die ruimte in. Maar de manier waarop je daarmee omgaat is bepalend voor de kwaliteit van de ruimte, voor de spanning in de ruimte en voor de manier waarop je elkaar kunt ontmoeten. En toch het gebruik wat je daar graag wil laten plaatsvinden, van oudsher al de marktplaats waar je elkaar ontmoet, kun je gewoon behouden. Dus je kunt winst met winst maken. En ik vind dat een grote fontein op de markt daar als element staat en heel veel dingen verstoort. En diezelfde kwaliteit die je zou willen bereiken met een fontein, elkaar ontmoeten, met elkaar kunnen praten, kun je ook op een andere manier realiseren.
Dus ik ben voor ervoor te zorgen dat de Grote Markt een prachtige plek wordt waar je elkaar goed kunt ontmoeten. Waar het fijn is om te vertoeven, waar je met elkaar een leuk gesprek kunt voeren. Maar toch de waarde blijft behouden die hij nu heeft. En ook de gebruikswaarde die hij heeft gewoon blijft behouden. Oké, dankjewel. Nou, inmiddels is er op de site van Let's Grow een stemming gebracht. Er zijn heel wat mensen geweest die gestemd hebben hierop. Daar kunnen we misschien eerst even naar kijken. Dit was de uitkomst daarvan. Nou, thuis is de Grote Markt ook wel de voorkeur van de meeste stadjers. Is het niet te zien, sorry? Ja, wel streepjes. Oh, oké. Nou goed, het bovenste streepje symboliseert de Grote Markt. Dat... Kunnen we het voorlezen? Ja, misschien kunnen we het beter voorlezen. De Grote Markt 51%, de Vismarkt 15%, de Nieuwe Markt 13%, elders in de stad 2% en nergens 18%. Nou. Ja, dat weet... Hij is niet meer. Oh, is niet meer. Nee. Nou goed, in ieder geval... Ik was nu benieuwd naar de stemming in de zaal. Pakweg 210 respondenten, zoiets. 210, oké. Okay. Mensen, wie is er voor de fontein op de Grote Markt? Nou, dat is ook wel een meerderheid, hè. Wie is er voor een fontein op de kop van de Vismarkt? Mag ook en stemmen? Mag ook. Ja, iets minder, maar toch nog steeds veel. Wie is er voor een fontein op... Ja, dat is nog niet echt het voor te stellen, maar er komt een nieuwe markt. En die komt daar achter bij het forum. En wie is er voor die fontein op de nieuwe markt? Ja, ook wel leuk. Ik wil drie fonteinen. Ja. En wie is er voor een fontein ergens anders in Groningen? Misschien wel in Beijum of Leeuwenburg of... Nou, ik zal het in ieder geval opschrijven als conclusie. De Grote Markt geniet wel de voorkeur. Mensen, dit was het eerste gedeelte. We houden even een korte pauze van 10 minuten en dan gaan we verder met het tweede gedeelte. En dat zal gaan over hoe het er dan uit moet komen te zien. Tot zo. En er is koffie en thee. Onze fietsen. Op mensen kennen, konden wij. Zat je op de rug? Ja. Komt er maar dichterbij. Ik kan dat niet zien. Dit worden? Ik vind het wel een dingetje. Ja, ik vind ook die moderne leden. Oké, nou, we gaan even verder met het tweede gedeelte van het fontein-nachtdebat. We zijn een beetje overeengekomen waar de fontein zou moeten komen. De grote meerderheid zei Grote Markt. Dat was toch wel een voorkeur van veel mensen. Als een soort verbindend plein. De Huiskamer van Groningen wordt ook wel eens genoemd. Ja, kijk, ik zelf ben echt wel voor een grote fontein. Iets wat mensen naar Groningen gaat trekken. Iets wat, nou ja, dat Las Vegas gevoel. Ik denk meer aan Barcelona. Zo van, dan heb je op zondagavond heb je dan klassieke muziek. Dan gaat de fontein aan met heel veel licht. En dan komen er allemaal mensen naartoe, want het is heel leuk. Ja, zou dat ook in Groningen kunnen? Nou, wat mij betreft wel. Maar ik ben heel benieuwd hoe de andere mensen daarover denken. Dus we gaan even vanuit dat er...
dat er een fontein, nou, dat de Grote Markt dan toch de beste plek is. Dan ga ik even de cirkel weer andere kant om. Stel je voor, het was op de Grote Markt. Hoe zouden we dat moeten invullen volgens jullie? Wil je daar wat over zeggen? Wij hebben allerlei mogelijkheden bedacht. Alleen qua vorm zijn we er allemaal over eens dat het tijdens het bouwproces, het maakproces en zeker na deze avond, dat we een beter beeld hebben wat, nou ja, wat de wensen zijn en voorwaarden eventueel. Om dan tot een vorm te komen. Dus ja, wij zijn nog niet zo ver dat we een eindbeeld hebben. Mogelijkheden weten we wel. En ik denk dat het een kwestie is van het in een simulatie nabouwen. En dan kijken of het werkt. En eventueel ja, te veranderen tijdens het proces. Je moet dus denken, als wij aan vormen denken, dan denken we niet aan iets wat statisch is, maar een fontein die van vorm kan veranderen. Stralen, normaal liter, weet je wel, de straal uit de grond komt en dan blijft die daar ook uitkomen. Maar wat nu als dat gaat veranderen in een soort fasering? Wat voor technieken kun je dus toepassen om die fontein, dat harde al zeg maar meer bewegelijker te maken, los van het feit wat je dus nog weer kunt doen met de aansturing en de interactie. Dus dat zijn allemaal elementen die je kunt inbrengen, waardoor die fontein kan worden aangepast, zeg maar, aan niet alleen aan de wensen van mensen, maar ook in de toekomst iedere keer weer voor een ander element in de binnenstad kan zorgen in plaats van een vast ding wat één keer wordt gemaakt en altijd staat. Dus ik concludeer dat jullie eigenlijk gaan voor een interactieve kunstfontein. Kunst en interactie inderdaad zijn en beleving, dat zijn wel drie hoofdwoorden bij ons, ja. Hey, duidelijk. Ritzo, bij welke fontein drink je het beste koffie? Simpel, thuisachtig, zitkuilachtig, gewoon intiem, waar gewoon rust ontstaat. Dus niet allerlei gekkigheid, maar gewoon op de plek waar nu vluchtigheid heerst, dat je daar tot rust komt. Dat je even lekker samen daar met een kop koffie of met een patatje of gewoon met een bos bloemen gaat zitten. En waar je goede gesprekken kunt hebben of gewoon naar elkaar kunt kijken. Rust, dat lijkt me een heel mooi ding op die plek in de stad. Dus die Lachesveras fontein, waar we de toeristen mee gaan trekken, dat hoeft voor jou niet zo. Volgens mij is bij de Euroborg nog heel veel plek. Bij de Euroborg, oké. Dankjewel. Maria? Nou, ik wil absoluut geen simpele fontein. En sowieso dat hele interactieve met mobieltjes en sociale netwerk ben ik ook helemaal wars van. Want je kijkt al genoeg op dat ding. Laten we gewoon een fysieke interactieve fontein nemen. Je hebt van die prachtige ballen daar bij de Korreweg. Dat kunstobject van die 18 bronzen ballen die alle kanten op kunnen rollen. Dat mensen gewoon, laten we er gewoon een hele grote waterbaan van maken. Weet je wat jij ook zegt, hè? Dat je gewoon met klepjes dingen, dat je ermee kan spelen. Mensen willen heel graag spelen. En daardoor krijg je mensen bij elkaar en daardoor gebeurt er wat. En als er niks gebeurt, dan gebeurt er niks, ook goed. Maar gewoon fysieke, interactieve fontein en niet te rustig graag. Daar hou ik niet van. Een beetje dynamiek, daar is helemaal niks mis mee. Nou, ik ben ook voor spelen, alleen juist rustig spelen, zeg. Heel veilig en verantwoord. Ik denk dat er andere plekken in de stad zijn waar je echt lekker kunt spelen. En ik zie vooral die plek in de stad als een plek waar mensen samenkomen. Ik vind het op die plek niet. Mensen ook een beetje tools geven. Want kijk, als je een aanleiding hebt om daar te kunnen zijn, of dat je iemand ziet die daar een beetje loopt te klooien met dat water. Want water nodigt heel erg uit om te spelen. Om actief te, of je kan er naar kijken. Precies, maar geeft mensen tools om gewoon in beweging te komen en in interactie. En niet met een mobieltje. Daar ben ik absoluut op tegen. Mobieltjes ben ik ook op tegen, sowieso, zeker op die plek. Maar ik denk wel dat het centrum van de stad, dat een plek moet zijn waar mensen samenkomen, samen zijn,
samen het over dingen hebben. En dat er andere plekken in de stad zijn waar je gewoon lekker dynamisch kunt spelen. Dat moet je ook vooral doen. Misschien wel op het Siboga, om die kaart nog een keer weer te trekken. Ik denk dat jij je vergist in dat heel veel mensen gewoon iets nodig hebben om samen te kunnen zijn. En, kan ik op een andere plek toch? Dat mensen het fijn vinden om gewoon een aanleiding of een alibi te hebben om daar een beetje wezenloos te zitten staren. Zonder dat ze zich betrapt voelen, dat ze zich eenzaam overkomen of weet ik veel, whatever. Dus ga je allemaal in dat stomme mobieltje zitten. Ik denk dat het juist heel fijn is voor mensen om gewoon te denken, goh, ik ga lekker met mijn kindje daarheen. En uiteindelijk ontstaat er gewoon van alles. Daardoor heb je makkelijker interactie met mensen en met elkaar dan dat je daar heel rustig gaat zitten. Ja. De mooie bomenrij met banken ertussen, zodat je lekker naar elkaar kunt kijken enzovoort. Helemaal voor. Ik zou er ook nog even wat op willen zeggen, want het mobieltje, wij zien dat iedereen heeft een afstandsbediening in zijn zak. Ook die harde elementen, die zou je willen bedienen door die afstandsbediening. Het hoeft niet direct sociale media te zijn. Ik meen, en dat komt omdat ik ook een tijdje meeloop hierin, dat er best wel een belang is voor Groningen, dat het en een toeristische trekpleister zijn, is waarvoor mensen die van heinde verre komen mee teruggaan in hun eigen land zeggen, wat heb ik nu in Groningen gezegd? En ik meen ook dat we in Groningen een ambitie hebben om innovatiestad te zijn. En dan kun je dus niet af met een fontein die alleen water spuit. Dus er moet echt wel iets meer gebeuren. Oké, nou goed, dat is gelijk een mooie vraag aan de stadsbouwmeester eigenlijk. Kijk, zo'n fontein in Dubai heb je er een die is 300 meter hoog. Hè? Dat is de hoogste ter wereld. Ik heb een hele mooie tuinlift gezien. Maar wat kan de Grote Markt aan? Ja, het zou op zich toch wel mooi zijn om iets te spuiten en zo. Zeker. En eigenlijk is zo. Maar laat me. Wat ons op de voormalige dienst Ruimte Koning bij de stedenbouwers een beetje inspireert, is toch dat er in deze stad zo weinig is voor kinderen. En dat de fontein die gisteren werd geopend hier op de Let's Grow, binnen 5 minuten stonden daar 6 kleine kindertjes te spelen. En de ouders die zeiden van, oh, mag niet en zo, maar ze werden helemaal nat en zo. En dus dat water is zo, iedereen weet het met zijn eigen kinderen op het strand en de Hoornse Plas. Dus in de stad iets hebben voor kinderen, dat ze op de rand kunnen zitten, dat ze in die spuiters, dat ze bootjes kunnen hebben. Dat is, want ze moeten met hun ouders mee winkelen, dat willen ze niet. En dus het zou heel mooi zijn, maar je zag in de beelden van het Louvre ook al die jonge meisjes die met hun voeten ontbloot in dat water en zo. Dus daar ontstaat van alles en zo. Maar misschien, dacht ik het niet, maar het zou kunnen zijn, 's avonds, als al die kinderen op bed liggen en die ouders thuis, dan wordt deze stad overgenomen door andere mensen. En misschien moet het dan wel zo'n interactieve afstand besturen. Dus misschien zou het in feite alles, al onze voorbeelden, nou niet 300 meter hoog, maar er zou een combinatie moeten van alle ideeën die wij hier hebben. Eens. Nou, dat klinkt goed. Ik kreeg ook een mailtje, dat kan ik misschien ook wel even laten zien, uit Australië. En dat was van een oude Groninger. Ik zal even proberen het. Een oud Groninger. Hij is ook oud, maar hij was ook oud Groninger. En dat is een hele beroemde architect. En die heeft zelfs in Saoedi-Arabië, meende ik, een heel groot gebouw neergezet. En daar is Queen Elizabeth, die heeft dat geopend. Dus dat is niet de eerste, de beste. Hij heet Feiko Bouwman, heet die meneer. Groot is zijn naam. Ja, en die had gelijk even wat getekend. Ik zal even te zoeken waar die zit. Ja, oké. Okay. Nou, dat staat hier verkeerd. Maar goed, die stelde eigenlijk een fontein voor achter de Martini-toren. Dus een beetje op Martini-Kerkhof. En dan, het plaatje was zo dat het ongeveer de helft van de Martini-toren hoog. Dus zo hoog als het Forum. En dat gaat dan op zondag aan. En dan vanaf de Grote Markt kijk je dan die kant op en dan zie je allemaal water. Zou dat kunnen, zomaar?
Wij denken, er is een vurig pleidooi gehouden om de grote markt, de hart van de stad, waar iedereen zich ontmoet, overdag de ouders met kinderen, 's avonds de jongeren en 's nachts de iets oudere jongeren. Ik denk toch dat als het moet zijn wat we allemaal willen, dan zou het niet... Voor ons is het Martini Kerkhof een stille plek. He, waar je eigenlijk denkt van, je hebt die drukke grote markt en dan kom je langs het monument bij de Dia-gebouw, bij de paspoortengebouw. En dan kom je in een oase van rust. En dat is juist het mooie van Groningen, dat je die drukke grote markt hebt en die stille Martini Kerkhof. Dus ik zou daar niet dat geluid willen hebben van stromend water. Misschien is dat wel een mooie plek voor Ritzo dan. Een mooie zitkuil op het Martini Kerkhof. Ja, kopje koffie erbij en dan... Helemaal goed. Eens. Akkoord. Oké. Ik was wel benieuwd naar jouw voorkeuren op de Grote Markt. Je bent er met dat onderzoek bezig geweest. Heb je enig idee zo van... je zei net vismarkt, maar goed, je zal je maar moeten voegen dan. En, ik voeg me... Nou, ik vind het moeilijk. Ik vind het ook eigenlijk best wel raar dat er heel veel argumenten worden aangedragen die heel weinig met fonteinen hebben te maken. Dus het gaat om spelen en zitten en hangen. En het zijn allemaal relevante argumenten, dat snap ik ook. Maar wat vooral een belangrijke vraag zou moeten zijn volgens mij, is wat is het effect van die fontein op de ruimte en op hoe het plein daarvan verandert. En als het dan om de Grote Markt zou gaan, dan zou ik hem echt zo bescheiden mogelijk willen houden. Maar goed, dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Want ik vind het belangrijk dat dit is het hart van de stad. Dit is het plein voor dit gebouw, zeg maar. Dit is een historisch belangrijke, beladen, rijke, gelaagde plek. Voor mij hoort dat tapijt wat hiervoor ligt, hoort daar plein te zijn en niet... Maar dat wil niet zeggen dat er niks kan natuurlijk, maar ik zou dat als vertrekpunt nemen voor wat er zou moeten komen. Dus dan denk je eerder aan een maaiveldoplossing of niet. En als je verder, als het argument van fontein op een bepaalde manier belangrijker wordt, dan zou ik zeggen van, nou, dan moet je daar een geschikte plek voor vinden. En dan is voor mij de vraag of dit dan de beste plek is. Ik hoor hier een andere ambitie dan het college. En lees ik ook, dus... Misschien moet de gemeente dan eerst wel over de ambitie eens zijn voordat we de markt ingaan. Ja. Nou, daar wil ik iets op zeggen. Wij zijn hier bij elkaar om bottom-up, laten we zeggen zoals het mooi heet, hierover te praten. Hè? Dus vanuit het volk en dan gaan we zo meteen naar boven. En dan... Dus aan het eind van dit debat zal ik een conclusie maken die ik dan vervolgens aan BMW overhandig. Hè? Lekker bottom-up. Dus we gaan niet nadenken over hoe het college denkt. We denken vooral na over hoe we zelf denken. Dat is wel belangrijk. Ik heb ook allerlei mailtjes gehad van allerlei mensen die zeiden... Ja, belachelijk die fontein. We moeten het ook kunnen betalen. Er zijn allemaal kinderen die hebben geen ontbijt. En dan moeten wij zeker een fontein maken. En dan zat ik ook even naar jouw verhaal te luisteren. Van, ja, als het uit kan, dan moet het ook ergens... Moet ook, als er toeristen op afkomen, dan kan het op een gegeven moment ook... winstgevend worden, zo'n fontein. En als het een heel klein fonteintje is, dan ja, ik weet niet als de toeristen dan gaan komen. Hoe zie je dat? Nee, maar dat de toeristen per se op een grote fontein afkomen, is ook geen waarheid. Dus dat vond ik voor de pauze ook een beetje een rare discussie. Als er een fontein in de zomer staat, dan komen die studenten nog steeds niet, want die zijn er gewoon niet in de zomer. Of daar nou een fontein staat of niet. Dus dat is... Dat snap ik, maar ik sprak net in de pauze een hele aardige man en die zei van, ja, ik kom wel eens terug van vakantie en dan is het augustus en dan kom ik net uit Frankrijk en dan ga ik zitten op de Grote Markt en dan is het zo stil en saai, dan wens ik eigenlijk de studenten wel weer terug om weer wat levendigheid te krijgen. Maar ik denk dat mensen ook wel op een bijzondere fontein afkomen. Dus als je inderdaad een interactieve Huppel de Pup enzovoorts, dan is dat wel weer een publiekstrekker. En daar heb je niet alleen studenten voor nodig. Misschien juist niet. Dus
Ik denk dat het winstgevend is, hoor, een fontein. Ja, ik geloof er niet zo in. Het is een inrichtingselement wat bij de stad hoort. En de mensen komen niet voor een fontein naar Groningen. Mensen komen naar Groningen voor Groningen. Nee, dat klopt. Ik ben ook nog nooit naar een fontein geweest bezoeken in Wenen of wat dan ook. Dat zou voor mij nooit een reden zijn om een plek te bezoeken. Maar het bepaalt wel, het geeft wel een sfeer weer. Het bepaalt wel de sfeer van zo'n plein. En als je een kaal plein hebt of een leuk bijzonder object, kijk naar wat er bij in Parijs met Centre Pompidou, dat is gewoon een fantastisch mooi ding. Bijzonder, daar komen wel mensen op af. Maar niet voor het ene element, maar voor het geheel. Ja, want een fontein geeft een bepaalde sfeer. Ja, ik vind dat hier we een heel mooi geheel hebben met een bepaalde sfeer die daar hoort. En een fontein vind ik daarmee dissonerend, ten eerste en ten tweede. Ik geloof niet dat het invloed heeft op de bezoekersaantallen. Daar kun je andere dingen voor doen, maar een fontein zal naar mijn idee geen invloed hebben op of er meer of minder mensen komen. Dat doet mij denken aan 20 jaar geleden, toen werd het Groningen Museum gebouwd. Hè? En toen waren er ook heel veel mensen op tegen. Maar nu blijkt het toch wel een publiekstrekker te zijn. Dat is volkomen een andere impact. Het is niet met elkaar te vergelijken. Het Groningen Museum heeft statuur, heeft een omvang en is een op zichzelf staand object. Dat zal de fontein hier niet worden. Ja, maar wat was iedereen... Wel als we hem zo maken. Ja, precies. Wat was iedereen tegen het Groningen Museum? Oh, wat hebben we daar een protest tegen gehad? En dat is hetzelfde, bedoeld, dat is met alles wat hier een beetje gebeurt. Als er maar een beetje verandering, ik kan wel meer onderwerpen opnoemen op dit moment, die verandering teweeg brengen en dat totaal uit de hand lopen. Maar ik heb zoiets van, investeer nou gewoon wel in... De Grote Markt is gewoon een saaie plek. En kijk nu door die trap die er nu staat, tijdelijk, hoeveel mensen daar behoefte aan hebben om daar gewoon lekker te hangen, te zitten, elkaar te ontmoeten. En als daar nog iets meer dynamiek is, draagt dat zeker bij voor een betere sfeer. Ik ben absoluut met je eens en ik ben ook echt voor verbeteringen en veranderingen. Zeker. Okay. Maar wel op de plek waar het zich rendeert en waar het past in de omgeving waar het hoort. Mm-hmm. En daar zijn we verschillend van mening over. Natuurlijk, de stad is de laatste jaren flink gebouwd. Er zijn prachtige dingen gebeurd. Hartstikke goed. Moet ik vooral blijven doorgaan. Jij hebt al een heel erg idee van hoe die fontein eruit zou kunnen zien om vervolgens nee te zeggen. Maar laten we nou eerst eens even kijken hoe die eruit gaat zien waarop je misschien wel ja kunt zeggen. Dus, Ik kan me zoiets prima voorstellen. Het is net al even genoemd. Als je een fontein maakt die... Als die niet in werking is, geen invloed heeft op de omgeving, maar vervolgens interactief wel aanwezig kan zijn, daar kan ik me prima dingen bij voorstellen. Als dat maar niet een object wordt wat daar staat, midden op de markt en altijd daar staat. Want dat zou gewoon zonde zijn. Dat zou zonde zijn voor dit plein. Duidelijk. Peter. Oorspronkelijk kom ik uit Deventer en toen ik daar geboren werd in 1960 was het jaar dat de fontein werd weggehaald, de Wilhelmina-fontein. Die stond daar op de Brink, dat is een beetje de Deventer variant van de Grote Markt. En in het jaar 88 is die weer teruggeplaatst daar. En ik heb eigenlijk zelf de Brink nooit meegemaakt als een plein met een fontein. En dat was eigenlijk gewoon een heel doods plein waar af en toe in een bepaalde periode ook nog auto's overheen mochten rijden. Dat hebben ze op een gegeven moment ook afgesloten. Dat is hem, ja. En wat je tegenwoordig ziet is dat dit een ontmoetingsplek is geworden waar in de zomer heel veel terras omheen ook is. Er gebeurt van alles. En de levendigheid van dat stuk van de Brink is enorm toegenomen. En de meeste mensen die er nu gebruik van maken, hebben ook nooit de periode meegemaakt dat die er niet was. Voor mij was dat een eye-opener. Ik dacht van, dat ding hadden ze eigenlijk nooit weg moeten halen. Maar met de kennis van nu zeggen ze dan wel eens... ik ben er nog steeds enorm van overtuigd dat een object wat van zichzelf al leeft, om het zo maar te zeggen, hè? Wat water spuit of waar dingen bewegen en helemaal water, want dat is toch een fascinerend element, tot de verbeelding spreekt. En om die reden
dat stimuleert het spel, dat stimuleert ook het denken. Het zet dingen in beweging. Ik ben een absoluut voorstander om die reden ervan, puur om de kracht die vanuit de symboliek gaat van een fontein. Het argument dat hij daar in de ruimte niet past. Ik merk dat ik in de afgelopen decennia een beetje wars ben geworden van alle argumenten die uit de architectonische hoek komen. Want je kan tegenwoordig geen gebouw meer in en dan heb je een idee en dan zeggen ja, maar dat mag niet van de architect. En waar die mensen die macht vandaan hebben gekregen, weet ik niet. Maar ik begin zo langzamerhand heel opstandig te worden tegen. Ik heb precies van ja, het was dus niet zo. Dat kan allemaal wel, maar we gaan het gewoon wel doen. Het moet gewoon anders. En de rijkheid van verschillende vormen die we in het verleden bij elkaar hebben gezien. Ik bedoel, kijk maar eens om je heen, al die oude gebouwen. Nou, tegenwoordig had dat niet naast elkaar mogen staan, want dan was er wel een of andere commissie die had gezegd van ja, maar het moet allemaal hetzelfde zijn. Want anders dan. Nee, dus die rijkheid die we nu hebben, die wordt vertaald naar eenvormigheid die we moeten houden. Nou, dat vind ik een vreemd argument. Dus ook om die reden. Dan hebben we nog het kostenplaatje van het verhaal. Ik vind het op dit moment vind ik het uitermate onzinnig om over de kosten van een fontein te gaan hebben. Ik vind dat je eerst met elkaar moet vaststellen, moet die er komen? Ja of nee? En wat willen we dan? En dan moet je gaan kijken wat het kost. En dan moet je gaan praten over, hebben we dat of willen we dat investeren, ja of nee? Maar om nu al een financiële paragraaf open te gaan trekken, vind ik volstrekt onzinnig. Want dat speelt alleen maar tegenstanders in de kaart. Nou, duidelijk. Maar nu was ik nog steeds benieuwd, Peter, wat jij dan voor ogen hebt van hoe het dan uit gaat zien. Nou ja, het werd net prachtig verwoord door een beetje van alles. Dan riep ik ook heel enthousiast eens. De dag kent meerdere momenten. Ik kan me voorstellen dat het in de ochtend een andere betekenis heeft en een ander doel vervult dan in de middag of in de avond en in de weekend. Of wanneer het druk is of wanneer het minder druk is. En dat een fontein daarop in kan spelen. Ja, we leven in de 21ste eeuw, dus laten we vooral gebruik maken van alle moderne technieken, innovaties, et cetera, die we voorhanden hebben, om te kijken of we dat een zo rijk mogelijke investering kunnen laten zijn. Dus wat mij betreft, hoe gekker, hoe leuker zou ik haar zeggen, maar laten we vooral uitgaan van de mogelijkheden die er zijn en niet van de beperkingen die ons nu al willen opleggen. Oké, helder. Nou, ik was heel erg benieuwd hoe jullie erover dachten, daar op de publieke tribune. Zijn er mensen die een visie hebben over hoe de fontein eruit kan zien op de Grote Markt? Ik zie daar achterin een mevrouw een hand opsteken. Komt u gerust naar voren. De microfoon staat al aan. Hallo. Ja, ik heb vind ik zelf een heel leuk idee voor de fontein. Als het in de zomer nou gewoon een fontein is, leuk, komen allemaal mensen op af en gezellig kinderen erin. Maar in de winter heb je er niks aan eigenlijk. Dus wat kun je doen als je daar nou een grote snow globe van maakt? Met dat uit de fontein van die witte sneeuwstukjes komen, een kitscherig huisje, meer een kerstmannetje. En dat je dan voor een klein bedrag naar binnen mag om daar op de foto te gaan. Lijkt me fantastisch. Nou, hartstikke leuk. Met een sneeuwvariant. Zijn er toevallig nog meer mensen met een leuk fonteinidee voor een Grote Markt in de zaal? Ik zag Paul, daar zit, komt ook iemand aan. Misschien een klein idee om ook bestaande dingen of bestaande of oude kunstwerken die verdwenen zijn te hergebruiken. Ik zou zeggen, plaats de trap van de napassage van de zee weer terug voor het gebouw waar nu het scroo zit. Maak onder de trap een wand met een waterwand, desnoods een interactieve waterwand, met daarvoor een fontein boven een terras. Op de hoek van de Ooststraat hou je de ingang van de Ooststraat noodgedwongen open, want de planning is nu om hem tot de steeg te bombarderen, de ingang. Om daar een plek te maken van samenkomst en van beweging. En dan heb je hem niet gelijk
pontificaal op de Grote Markt. Toch een element van beweging en van activiteit. Die op verschillende momenten van de dag kan wisselen. Boven een terras, beneden daaronder een fontein en een zitgedeelte aan de rand. En een mooie overgang tussen de Poederstraat en de Grote Markt en de Ooststraat. Zodat ook de mensen daar die straten kunnen vinden om daar te gaan winkelen. Het leek me en dan heb je gelijk het probleem om het kunstwerk van de Zee weer te hergebruiken opgelost. Ja, dat is een mooie oplossing. Ja, volgens mij zijn er nog veel meer. Ja, mag best wel even klappen hoor. Volgens mij staan er ergens nog veel meer kunstwerken in een loods van de gemeente. Dus die kunnen we dan mooi op een hoop. En dan maken we daar een fontein van. Ja, goed, perfect. Ik zag dit Paul Smelt ook binnenkomen van het Grand Theater. En dat is ook natuurlijk een belanghebbende. Ja, hij zat helemaal weggedrukt. Maar hoe zou dat voor het Grand Theater zijn dan, zo'n fontein daar op de Grote Markt? Vertel eens, Paul. Ik was het heel erg eens met dat iets stromend op de Grote Markt misschien wel wat levendigheid kan brengen. En verder ben ik nog niet tot een mening kunnen komen met de weinige plaatjes. Ik ben benieuwd naar de hele inrichting van de Grote Markt. Ik vroeg het net of dat ook al besproken was als uitgangspunten of posities. Van hoe groot mag het worden? Moeten al die evenementen er ook nog op? Of et cetera, et cetera. Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Want het is wel makkelijk om een hele grote fontein in te tekenen. Maar ja, wat willen we met het plein? Moet het een huiskamer blijven of niet? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hè? Wat willen we eigenlijk met het plein? Maar goed, kijk, dat is natuurlijk een hele grote vraag ook. Maar we beperken het nog even tot dat kleine stukje de fontein. Ik zag nog ergens een vinger. Wil iemand nog even wat reageren op hoe het eruit moet komen te zien? Nee? Nou, dat is goed. Ik was al benieuwd naar de stemming van de internetstemmers thuis. Even kijken. Want er is natuurlijk ook weer gestemd. Het was wat moeilijk te zien volgens mij. Ja, kunt u het voorlezen? Er zijn vier hoofdcategorieën. De klassieke fontein, zeg maar het standbeeld of de cupido's. Daar gaat 18% voorkeur naar uit. Dat kunstwerk, zoals we lieten zien bij Pompidou, 16%. Die spuitertjes 21% en de overgrote meerderheid, 43% van de stemmers tot nu toe, die wil een zitobject met daarin een fontein. Duidelijk. Nou, Ritzo, gaat goed. Nou, dan was ik eigenlijk benieuwd naar de stemming hier in de zaal. En dan gaan we het zo meteen ook afsluiten, het debat. Wat jullie betreft, wie is er voor een klassieke fontein? Helemaal niemand. Nou, dat is duidelijk. Wie is er voor een kunstwerk als fontein? Ja, er zijn er al meer. Wie is er voor een fontein in de vloer, of de zogenaamde bedriegertjes? Je mag meerdere keren stemmen, dat is helemaal niet erg. Ja hoor. Je mag meerdere keren stemmen hoor. Ja. Je mag meerdere keren stemmen, ja, heel goed. En tenslotte, wie is er voor een fontein als zitobject? Nou, vooral waar je naar elkaar toe zit, wat mij betreft. Niet, van, niet uit elkaar, maar. Nee, precies. Precies, ja. Nou, dat. Nou, dan kunnen we nog. Dan doen we die er toch bij. En wie is er voor de interactieve fontein? En ik wil toch voorstellen om het fontein als zitobject wat anders te gaan benoemen. Want ik moet ongewild steeds aan een bidet denken. Dus eigenlijk kunnen we min of meer concluderen dat we een fontein willen op de Grote Markt waar je kan zitten
en die interactief, misschien met mobieltjes of zonder mobieltjes, te bedienen is, die overdag vrij rustig en klassiek is, die niet echt veel aan de grote markt doet, maar 's avonds een spektakel van je welste gaat geven. Bij de microfoon hoor. Ja, inderdaad. En dan in de winter. Heel goed. En in de winter maken we een soort ijsbaan, sneeuwbaan van. We kunnen er in de winter ook antivries in gooien. Dan blijft hij het gewoon doen. We zijn een beetje tot aan het einde gekomen van dit nachtdebat over de Groninger Fontein. Ik zal deze conclusie opschrijven en doorgeven aan burgemeester Vreeman. En die zal het vervolgens weer met BMW bespreken. En ik hoop natuurlijk het beste. En ik hoop vooral ook dat het een bottom-up fontein wordt. Dat wij als Groningers, als stadjes, zelf gaan nadenken over hoe de fontein eruit gaat zien. En dat we daar ook enige invloed op gaan hebben. En ik vond het heel erg leuk. Ik hoor nog, wil je nog wat toevoegen? Ja, ik wou nog even kwijt dat we in de gelukkige omstandigheden zijn dat we die fontein al kunnen bouwen, namelijk virtueel. He, want nu praten we allemaal, iedereen heeft beelden, maar we kunnen dus die beelden omzetten in een model van de grote markt. Je kunt de start maken, nog steeds kan iedereen zijn input erbij doen, zodat je in feite in dit proces verder gaat. Maar je maakt het, je brengt het een stap verder. Dus dat zou richting een advies, richting het college misschien wel iets zijn om van, als het positief is, laten we dan met z'n allen gaan bouwen. Maar niet eerst op de grote markt, maar in een virtuele wereld. En dan komen er weer meer ideeën. Dus open source, laten we zeggen. Nou ja, in feite, je zegt het bottom-up, maar op het moment, nu zitten we bij elkaar, iedereen heeft ideeën. Straks heb je iets in handen wat je mensen kunt laten zien en is het nog steeds open source. Maar ja, het wordt ook toch weer een stukje tastbaarder. Dus kun je ook weer een beetje meer richting het resultaat komen, wat je uiteindelijk misschien samen met z'n allen bereikt. We kunnen zelfs het 3D-model aan het publiek aanbieden om bijvoorbeeld via een website nog te herschikken. In die zin kan je totdat je de laatste fase bereikt hebt, kun je het publiek nog meelaten denken. Nou, dat is goed nieuws in ieder geval. Ik ben blij dat ik in deze tijd leef wat dat betreft. Ik wil het hierbij afsluiten. Ik moet door naar het volgende nachtdebat in Paradigm over de dancemuziek in Groningen. Dat is weer een ander bruisend onderwerp. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor het komen en het meepraten. En wie weet treffen we elkaar over een paar jaar wel met z'n allen bij. Dankjewel.